Een logistiek complex van ruim 50 hectare, oftewel meer dan 30 voetbalvelden. Zo groot is de vestiging van Gijs op het industrieterrein van Beringen. De transport- en logistieke dienstverlener investeerde zo pas zwaar in een hypermodern magazijn met aangrenzend een spiksplinternieuwe terminal. Gijs is een familiebedrijf, meer dan 100 jaar actief in transport en logistiek. Vandaag tellen wij meer dan 480 medewerkers, ons belangrijkste kapitaal. Daarnaast hebben wij vandaag een 400-tal opslagsilo's, 120.000 vierkante meter magazijnoppervlakte. Wij hebben verdere groeiplannen, waarbij het voor ons heel belangrijk is antwoorden te bieden op de behoeften van onze klant. Daarvoor hebben wij de steun nodig van onze vaste partners, onze leveranciers, die onze verdere uitbreidingsplannen ondersteunen. Transport Gijs is als familiebedrijf al meer dan 100 jaar actief in de transport- en logistieke sector. Drie generaties transportervaring zorgen voor de know-how in alle takken van de organisatie. En hiervoor doet het een beroep op een betrouwbare pool van leveranciers. Willy Nasens bouwt mee aan de toekomst van Gijs. En dat kunnen we best letterlijk nemen. De firma begeleidde mee de bouw van het gloednieuwe magazijn. Wel, Willy Nasens staat voor de grote specialist in betongebouwen. Kleine, middelgrote en zeer grote gebouwen, zoals hier dat we zien bij Gijs. Wij passen dus de verticale integratie toe. Wat wil dat zeggen? Eigen vervoer, eigen ontwerp, eigen studiebureau, eigen ramen- en deurenfabriek, eigen montagebedrijf, eigen dakbedrijf. Dus we hebben alles in één hand. Zo kunnen we onze timing respecteren. En, ik herhaal het, wij bouwen toch zo per jaar 100, 110 zulke gebouwen zoals we hier zien staan bij Gijs. Door middel van deze verticale integratie zorgt Willy Nasens Industriebouw voor een extra toegevoegde waarde. En dit door snel te definiëren en kwaliteit te leveren met een concurrerend eindresultaat. Het is zo dat het een zeer uitdagend project was. Van bij de start was dat ook reeds gekend. Maar desondanks hebben we met eigenlijk alle partijen, zowel de bouwheer als architect, gestreefd ernaartoe om die doorlooptijd zo kort mogelijk te houden. Het was uitdagend in de zin dat we hier op een heel slechte ondergrond zaten, dat we hier met een paalfundering onder de vloer en zowel onder de structuur zaten. Desondanks moest er hier een heel hoge vlakheid zijn voor de trucks die hier moeten bewegen. Maar enerzijds was dit belangrijk omdat dit een beetje een thuismatch is. We hebben hier onze eigen vestiging in Te Senderlo. Onze vestiging is hier op een 200 meter van, dus was het voor ons wel strategisch belangrijk van hier een mooi project te hebben. En daarboven bouwen we niet één fase, maar eigenlijk hebben we ook al gekeken naar de toekomst toe, waar er hier ook een drietal bijkomende fases zullen gebouwd worden. De eerste fase was nu 10.000 vierkante meter. En dan komen er zeker al twee fases van 12.000 vierkante meter bij. Willy Nasens Industriebouw specialiseert zich in het bouwen van nieuwe bedrijfspanden en dit met nagenoeg steeds dezelfde basisformule, prefab beton. Intussen realiseerde Willy Nasens al meer dan 7.500 projecten op deze manier. Maar een industrieel gebouw met een metaalstructuur behoort ook tot de mogelijkheden. Lokflow is de logistieke architect achter het nieuwe magazijn. Lokflow is specialist in logistieke bedrijfsdoorlichting en geeft strategisch advies. Lokflow is een consultancybedrijf, gespecialiseerd in de logistiek. Dus wij behandelen alle supply chain vraagstukken, waarbij warehousing onze core business is. Bij Gijs hebben wij een masterplanvisie ontwikkeld, waarbij dat we Gijs gemuteerd hebben van een bedrijf die traditionele warehousing doet naar state-of-the-art warehousing. Dat betekent dat wij logistieke principes gaan combineren met IT-automatisatie en met hardautomatisatie. Bijvoorbeeld, er was een enorm vraagstuk van mobiliteit op de grote site dat we hier hebben. En we zorgen er nu voor dat de hele transportzaken afgehandeld worden via IT. Vandaag kan Lokflow terugkijken op een impressionante referentielijst met projecten voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en dit voor de meest diverse sectoren en producten. CW Logistics zorgt voor de logistieke integratie van het nieuwe Gijs-magazijn. Het is, laat ons zeggen, het cement tussen de bouwstenen van het warehouse. Figuurlijk weliswaar. CNW op zich is een leverancier van logistieke software. Dat wil zeggen dat wij een core competentie hebben binnen warehouse management automatisering. Dat aanvult met transportmanagement, een eigen EDI-platform, connectoren voor ERP-integratie, carriers, voice en ook, zoals u hier kan zien,
allerhande automatisering binnen magazijnen. Dus wij zijn verantwoordelijk hier voor de implementatie van de warehouse management software over gans de site. Specifiek hier heb je een deel, wat wij nu fase 1 genoemd hebben, manuele aansturing van de mensen, van de operatoren, in real-time met het warehouse management taak gestuurd. En deze fase waar we hier staan, terminal 2, daar hebben we automatisering hebben we geïntegreerd met de automatiseringen, zijn de conveyors, zijn de smalle hangentrucks en zijn de rekken shuttles. CW Logistics beschikt over functionele en technische WMS-experten die zorgen voor succesvolle opleveringen in een zeer gevarieerde mix van omgevingen. En dit met al dan niet verregaande magazijnautomatisering en bijhorende ERP en EDI-integraties. We zijn op dit moment fase 1 aan het afronden met de paletgoederen, discrete goederen. Fase 2 is de Terminal 2, die ook operationeel is, dus ook wel paletgoederen, maar vol automatisch geïntegreerd. En fase 3 zijn de bulk- of silo-goederen die we in de laatste fase zullen implementeren, waarna de volledige site zal draaien op het warehouse management systeem. Het Belgische Stow International richtte zich bij de bouw van het nieuwe warehouse van Gijs zowel op de ontwikkeling als op de installatie van de hoogwaardige stellingssystemen en semi-automatische paletshuttles. Stow is een wereldspeler in de sector van storage solutions. Gijs was op zoek naar een oplossing voor een 15.000 palletplaatsen. Die moesten zeer compact gestockeerd worden. En al snel bleek de shuttle-stelling daar de meest aangewezen oplossing. De bijkomende uitdagingen waren dan vooral de afstanden tussen de pallets. Die moesten variabel kunnen ingesteld worden. Zo was er bijvoorbeeld de vereiste om een vijftal pallets in de diepte te kunnen stockeren op vaste afstanden. En dan een grotere afstand tussen de vijfde en de zesde pallet. Met de bedoeling om de brandveiligheid niet in het gedrang te brengen. En ook naar de toekomst toe moest die flexibiliteit en die automatisering gewaarborgd zijn. Het bedenken van een oplossing op maat, zoals hier, is eigenlijk waar wij als Stow heel graag voor gaan. Om twee redenen. Eén, we hebben een eigen R&D-afdeling waar we zeer ervaren, waar we altijd kunnen op terugvallen. Twee, we maken ook onze Atlas Pallet Shuttle volledig in-house, waardoor we ook alle nodige aanpassingen kunnen doen in functie van de noden van de klant, zelfs tot op softwaregebied. En dat alles heeft er hiertoe geleid tot een totaalconcept dat volledig beantwoordt aan alle eisen en vragen van Gijs. En dan tegelijkertijd ook toelaat om in de toekomst verder te gaan automatiseren. We hebben een eigen serviceafdeling met lokale verankering over heel Europa, waardoor dat we ook heel snel kunnen inspringen op eventuele interventies bij de klanten. We bieden ook onderhoudscontracten op maat aan van de klant, zodanig dat zij volop kunnen genieten van hun Stow-installatie. Het Belgische Stow is internationaal actief, beschikt over 3 productievestigingen en heeft meer dan 650 medewerkers. Veiligheid voor alles. Rekkeninspecties en after-sales service behoren uiteraard ook tot het gamma van Stow. Zo pas mocht Gijs de gloednieuwe terminal van BCTN openen. De terminal wordt een buitenpost van de Antwerpse haven, goed voor 100 extra jobs en 60.000 vrachtwagens minder op de weg. De terminal heeft een totale capaciteit van 50.000 containers per jaar. BCTN opereert 8 inlandterminals in Nederland en in België, 3 in België, 5 in Nederland. Wij vervoeren containers vanaf de terminals in de havens Rotterdam en Antwerpen via binnenvaartschepen naar het achterland. Deze site is één van deze 8 terminals. Wij vervoeren de containers voor Gijs vanaf de havens Rotterdam en Antwerpen hier naartoe. Dus wij halen deze van het binnenvaartschip af en we stellen die ter beschikking om dan uit te rijden naar de magazijnen van Gijs. Het grote voordeel van hier aanwezig te zijn is dat wij pal naast de magazijnen van Gijs zijn gesitueerd. Dus dat betekent dat het stukje trucktransport over de weg aanzienlijk korter is. De nieuwe terminal heeft via het Albertkanaal een directe verbinding met de havens van Antwerpen, Zeebrugge en Rotterdam. Voor Gijs is het de tweede terminal na Mol. Het Limburgse Elimetal is gespecialiseerd in zowel het ontwerp, de engineering, als ook de productie van silo's, apparaten en drukvaten. Hier bij Gijs installeerde het de afgelopen jaren 96 silo's, goed voor een totale opslagcapaciteit van 30.000 kubieke meter. Elimetal is een Limburgse firma, Kolbeij gelegen, in Meeuwen en Genk met vestingen daar, met ongeveer een 250-tal werknemers. Dus we zijn vooral gespecialiseerd in het engineeren, het ontwerpen, produceren van zowel silo's, tanks, apparaten, zowel in staal, aluminium en roestvrij staal. En in die optiek zijn we ook een wereldleider in de productie en levering van aluminium silo's. Die worden vooral ingezet voor het stockeren van granulaten in poedervorm en in granulaatvorm.
Ja, eigenlijk zijn we heel blij dat we met de firma Gijs kunnen samenwerken in onze eigen achtertuin en dat we hen kunnen steunen in de groei van de logistieke activiteiten. Samen hebben we hier de afgelopen jaren in drie verschillende fases hebben ongeveer 96 opslagsilo's geleverd, waardoor een totaalcapaciteit ongeveer 30.000 kubieke meter is toegenomen. We zien de toekomst met Gijs heel rooskleurig. We zijn heel blij dat we samen met de firma Gijs hun groei kunnen verwezenlijken en we zijn overtuigd dat we op lange termijn nog met hun kunnen samenwerken daarmee. De silo's worden gemaakt in de werkplaats in Meeuwen en worden in zijn geheel vervoerd naar Beringen. Het is mede dankzij deze unieke samenwerking tussen leveranciers dat Gijs zijn exponentiële groei kan verder zetten. Wij zijn voornamelijk gespecialiseerd in de handeling van kunststoffen. Onze klanten zijn vooral de petrochemie, traders en eindbewerkers van deze kunststoffen. De meeste goederen komen binnen via container, via onze nieuwe containerterminal. Deze komen binnen verpakt in zakgoed of big bags of dozen of in bulk. Van hieruit kunnen wij ze opslaan in onze verschillende magazijnen of silo's. Achteraf kunnen ze weer buiten hier in andere verpakkingsvormen. Wij kunnen van bulk naar zakken of dozen of big bags en andersom kunnen wij deze diensten aanbieden. Als specialiteit kunnen wij ook mengen, ontstoffen of drogen van deze producten. Kortom, wij kunnen de hele keten aanbieden aan onze klanten nadat zij de producten hier aangeleverd hebben. Meer personeel, meer capaciteit, meer transport en toch minder vrachtwagens op de weg. Een spraakmakend project om u tegen te zeggen.